Ja, tuurlijk. Hij vroeg of ik Pokémon-kaarten naar buiten wilde ruilen, maar ik zei nee, man. Ik zei, maar Charizard is zeldzaam, niemand krijgt. En weet je wat het leukste is? De mensen die het meest, de jongens die het meest zeggen dat je homo bent, die proberen het te verbergen dat ze zelf homo zijn. Dus pas op, jongens, dat komen er heel veel van jullie uit de kast. Zonder dat je door hebt. En mijn tijdje laat je nu twee goede artiesten luisteren, ja? Marsje vraagt, ja, ben je moslim? Ja, ik ben moslim. Ik laat je net twee goede artiesten luisteren. Ik heb mijn boxes beneden en ik heb ze geen zin om te pakken. Dus we doen gewoon op, lekker op iPhone oortjes. Lekker hardop. Dan laat ik jullie even twee artiesten luisteren. Gewoon, het is gewoon een goed liedje, weet je. YouTube. Luister even, mensen. Horen jullie wat of niet? Oké, jongens, luister, dat zijn twee artiesten. Ik gooi ze er nu bij. Het is Oké, mensen, volg nu deze twee artiesten voor mij en luister hun liedjes op YouTube. Ik zeg gewoon doen, moet je gewoon doen. Kijk, bij mij hoor je het niet duidelijk, maar je moet gewoon zelf naar YouTube gaan en je moet gaan luisteren. Geloof me, dat moet je gewoon doen. Ja? Doe het voor mij op zijn minst. Het zijn gewoon twee topartiesten en gewoon luisteren, weet je. Als er een Twitcam van jou is en ik zit op mijn mobiel, ga ik snel op PC. Ah, dankjewel man, dankjewel. Aardig van je. Wat een kutmuziek, ga echte muziek luisteren. Wouter, wat de fuck wil je bereiken, jongen? Ga schommelen of zo, of ga wippen met je maatjes. Maar kom hier niet de stoere jongen uit hangen. Ga je nu eens een keer zelf zingen en rappen? Komt goed, mensen, komt goed. Moeder heeft te veel haters. Ik merk er helemaal niks van. Real life, ik merk er helemaal niks van. Twitter, gaan ze zeggen, zeg maar dat ik haters heb. Real life, ik merk er helemaal niks van. Niemand doet stoer tegen mij in real life. Ik merk er dus helemaal niks van. En ook al doen ze stoer, verander ik op te bouwen.
Alexis de Don is van school gegaan toen hij in de eerste zat. Geef je penis. Nee, dat doen we niet, dat doen we niet. Hup. Hup. Hup doet stoer, weet je. Maar weet je wat er met Hup was? Een keertje zat ik op school en Hup stond naast me. En ik stak mijn reet uit de traan. En toen zeiden die mensen tegen Hup van, hey, ik zie een tweeling. Dus Hup wordt gewoon vergeleken met mijn reet. Arme Hup. En dan komt hij nu stoer. Moni, wat vind je van MC Creative? Ja, hij woont Cello of zo, ja, Cello. Hij woont hier Woerden, man, hij is goed. Hij is van onvergeetbare tijden. Hij is goed, man. Wow. Even kijken. PNP. Ik wil. Mo, what the fuck, wat ga je mij bellen, fan? Waarom ga je mij bellen, mafkees? Gozer, joh, gaat die mom mij bellen? Nam mijn moeder op. De gozer, gaat hij mij bellen? Echt een mafkees. Niet bellen, Mohammed, hoor, ik maak je dood. Yo, ik ben er weer. Excuse moi. Min 300 viewers. Boeit me echt niet, man. Boeit me echt niet. De mensen die kijken zijn gewoon de leukste mensen. Mooie paarse verse kapsel. Nee man, net zonnig kapsel, zeg ik. Net uit de douche, man. Als je dit fresh noemt, dan vind je wilde zeker een mooi woord. Niet zo slepen, dat is niet zo charmant. Kom op man, het is zondag. Op zondag mag alles. Gewoon lekker slepen, nu maakt hij. Gewoon zo. Kijk deze gekke mok, fan. Speciaal voor Nederland aangeschaft, weet je. Het is hier toch altijd koud in het regen. Gewoon lekkere wintermok, jongen. Gewoon lekkere koffie. Ah, koffie, gek. Wat is een dag zonder koffie? Tweede daling van de Twitter uit. Gaan ze weer denken van oh my god, dat is een fake dag. Dan gaat hij weer naar beneden. Dat vind ik goed, man. Lachen moet je op het juiste moment.
staat bij 1000 je sixpacks in. Nee man, weet je wat ik wil laten zien? Gewoon nu bij de 900. Een gekke koffiemok. Ja, swag. Gewoon lekker met de koffie. Koffie. Het is helemaal toppie. Wat drink je in de middag? Een koffie. Hij stijgt naar zijn fans door te liegen. Jullie zijn dom en trappen erin. Ik ben geen ijstijd, dus die dingen moet je niet naar mij tweeten. Tweet het dan naar ijstijd. Kan je zingen? Ja, iedereen kan zingen, maar of ik goed kan zingen, dat denk ik niet. Kijk, ik snap die mensen niet die doen van retweet voor ijstijd en kies voor favoriet Mooney. Maar mensen retweeten meestal dan dat ze iets voor favoriet kiezen, snap je? Dus op zich is het gewoon oneerlijk. Niet dat ik ermee zit ofzo, maar als je iets doet van retweet ijstijd. En doe favoriet Mooney tweets, dan is de meeste mensen denk ik een retweet, omdat het veel simpeler is. Want je gaat mij toch niet in je favorieten zetten, even serieus. Ik ben niet eens een van je favorieten, man. Maar ik vind het ook onzin hoor, dat van retweet kies voor favoriet. Wat vind je van Ik zou jullie eerlijk zeggen, van het refrein in het eerste compleet is gewoon dood. Kijk, ik... Er is tijd. Mag ik niet echt, weet je? Voor een grote bek is dat zo. Maar het refrein in het eerste stukje vind ik gewoon goed. Ik zeg gewoon, ik geef gewoon toe. Ik ga er niet over liegen. Ik vind het gewoon dope. Clip, perfect. Goed gemaakt. Respectful. Mooney, als je dit leest, lees dit dan hardop. Ja, maar als je meestal iets leest, dan lees je het toch meestal hardop. Of kun je het ook in je hoofd lezen? Ja, ik kan het ook in je hoofd lezen, maar... Mensen zijn jaloers op jou, daarom gaan ze haten. Maar ik zou nooit haten op iemand die een Twitter-account heeft met veel... followers. Wacht, ik zie iets in mijn timeline verschijnen en er staat Mooney Intertoys model. Ik heb zo'n gekke foto gemaakt voor de Intertoys met de step. En dan komt het dan op de voorkant van de Intertoys blog. Vet toch? Nu ben ik een Intertoys model. Swag. Wat drink je? Koffie. Koffietijd. Zie hem gay zijn dan met zijn koffiemok. Nee man, ik ben de kerstman. Snap dat, kerstman swag. Echt wel vet. Koffiemok, alles. Tuurlijk, je weet zelf Melinka. Dit zijn zijn teksten. YOLO, promo, modo, homo, toko. Ja, daar heb je wel gelijk. Daar heb je wel gelijk in, maar ja. Later joh. YOLO, promo, homo, toko. Vies. Word je niet gek van al die mensjes? Ja, soms is het wel jammer, weet je. Dan krijg je te veel binnen. Dan kan je niet allemaal lezen. Dan loopt Twitter weer vast. Maar het is wel leuk. Als je ze gewoon leest, is het wel altijd leuk. Mijn nichtje vindt je echt een loser. Jij bent pas een loser dat je mij aan je nichtje laat zien. Ga je dit jaar naar Marokko? Maar nee man, dit jaar niet. Dit jaar is het Ramadan. Wordt moeilijk.
Mooi, gaasje, ben je blij vandaag? Nee, iemand zei YOLO, promo, homo, token. Klinkt grappig. Daarom. Je hebt veel followers, man. Zeker te veel gepijpt dan. Ja, dan moet ik jou zeker ook gepijpt hebben, want jij volgt mij ook. Begon. Het zijn alleen de stoere jongens die dat zeggen. Tuurlijk. Dat is altijd zo, joh. Was ook bij meneer Bieber, weet je. Justin Bieber verdient 400 miljoen per jaar alsof het niets is. Kan alle meisjes krijgen. Heeft met Kim Kardashian geflikt, vlakt. En wat noemen jongens hem? Homo. Terwijl die gozer gewoon met Kim Kardashian heeft lopen dingen. Gewoon met Rihanna naar de bioscoop geweest. Nu gewoon met Selena Gomez. En dan noemen jongens hem homo. Wat is dat? Definitie pure jaloezie. En als je, nu gaan ze het ook tegen mij zeggen, meisjes geven complimentjes, jongens zeggen homo. Altijd zo. Kan nooit anders. Ramadan wordt moeilijk of niet? Ja, wordt zeker moeilijk. Gewoon even bikkelen, joh. Komt goed. Je hebt echt droge humor, kill. Ja, op zich, ja, nu is het ook wel droog buiten, dus... Pas erbij. Als het gaat regenen, kom ik met natte humor. Met natte humor. Reageer op mijn tweets dan. Is goed, gozer. Ik reageer erop. Ja, gooi ook. Hey mensen, jullie moeten zometeen iets voor mij doen. Zometeen komt mijn bro. Ik ga met die. Ik heb contact met die gozer van fucking feiten. En die gaan zometeen bij de eerste 100 die fucking feiten zometeen gaan followen, maken kans op een OB snapback. En dat moet ik even promoten voor die gozer. Hij is een goede gozer, joh, dus hij verdient het wel. Dus ik moet even voor fucking feit een promotie neerzetten. En ik ga het gewoon doen, weet je. Gewoon omdat het kan, jongens. Ga ik hem nu neerzetten. De eerste 100 die nu fucking feiten volgen, comma, maken kans op een OB snapback. Wat zie ik je deze gedaan? Oké, mensen, dus de eerste 100 die nu fucking 5 gaan voor gewoon maken kans op een OB snapback. Wil je zo'n coole snapback? Wil je een coole foto maken voor je Twitter? Zo'n pika zo van swaggy, zoiets. Of fucking eliminatie en zo. Koop je snapback, win je snapback bij OB of bij fucking 5. En dan maak je straks een nieuwe Twitter foto en dan ben je mooi boy. En dan kom je op cijfer gooien en dan ben je gewoon topje, weet je. Gewoon even doen. Ik volg ze al, dan krijg je, ook iets. Ja, tuurlijk, als je ze volgt, krijg je tweets. Dus je krijgt er ook wat voor terug als je ze volgt. Jij mag het niet eens over eliminatie hebben. Oké, sorry, Chinees. Doe eens je deskana. Wat zeg je? Moet ik je deze kanaal doen? Ambeska. Judeska. Dat was Judeska. Mm-hmm.
Zeg eens, waar kijk je zo naar mijn apa? Wat wil je stoer gaan doen? Wat wil je gaan haten? Je zit altijd op Photoshop en dan ga je niet tegen mij praten. Meisje, ga maar lekker op Photoshop en bewerk misschien je hele gezicht. Dat is veel beter. Misschien kan je ook wat voor mij bewerken, want ik heb nieuwe advertentiekaartjes nodig. Misschien kan je dat bewerken, meisje, want je hebt het toch goed in Photoshop. Is dat niet Justin Bieber? Wow. Ik ga Moni even lastigvallen op P. Godverdomme, krijgen we dit erbij nog wel. Oké. Mensen, ik ga het heel vies P. Willen jullie mijn ping? Hier hebben jullie mijn ping. Mijn ping is... Hier komt mijn ping. Mijn ping is 28 4B 1A 28. Dus mijn ping is, ik herhaal het. Schrijf het op, pak pen en papier. Of pak je Blackberry. Als je die hebt. Als je geen Blackberry hebt, ga lekker Snake spelen op je Nokia. Maar hier komt die. 28 4B 1A 28. Dat was hem. Alsjeblieft, mensen. B8 4B 1 6 2 A. Yep. Mijn ping is verlopen. Oei. Dan heb je pech. Oh mijn god, ik heb ze ping. Haha. Wat godverdomme, zijn we moslim? Goed. Nou, godverdomme is gewoon een Nederlands woord. Dus. Jij hebt echt mooie ogen. Wauw. Ik heb echt lelijke ogen. Ik weet niet wat je mooi vindt aan mijn ogen. Maar ik heb van die normale Marokkaanse kutogen. Als ik van die blauwe ogen had, respect. Maar dat, die heb ik niet. Ik heb echt van die mokroze ogen. Weet je. En wie hebben we nu? Wie gaan we nu even lastig van? Jij praat over swag. Maar dan zeg je, dan zeg ik heel even wacht. Even, want je ziet er zo skeer uit. Ik wil bijna mijn jas geven. En dat zegt iemand die habbo speelt. Kijk. Iemand zegt dat ik geen swag heb en wilt hij mijn jas geven. Iemand wil dus deze jas aan mij gaan geven. Deze boy praat heel stoer tegen mij. Kijk mensen, ik laat jullie zien welke boy tegen mij praat. Even goed kijken, hè. Deze boy praat heel stoer tegen mij. Zien jullie hem? Deze boy praat nou heel stoer tegen mij. Wow. Hebben jullie gezien? Stoere Habbo Boy praat tegen mij en hij wil mij zijn jas geven. Stoer swag, man. Meneer, hoeveel verdien je eigenlijk per minuut? Ik krijg 1 euro per minuut. En ik krijg 2 euro per tweet. Ik krijg 3 euro voor per hater. Krijg ik 3 euro. Ik krijg 3,50 voor Twitcam. En ik krijg 3,55 voor deze onzin. Dus reken maar uit. Wow, je bent zo stoer, hè, met je haters en je 3 euro. Je maakt verdienen ze per minuut, hè. Habbo swag. Stoer doen met geld. Je bent arm. Nee, het is niet eens geld. Het zijn centen, kom op, man. Als het geld was, liet ik wel echt geld zien. Doei, zo gedaan. Mij lastigvallen.
Even kijken of we nog wat stoere mensen zijn. Even kijken of we nog wat stoere mensen. Oh ja, mensen. Nog net, dat was niet mijn pink. Dat was de pink van Anissa. Maar Anissa deed stoer tegen mij. En ze deed gewoon stoer tegen mij. Ze zei dat ze mij geen last vallen met pink, 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 pink. Dus heb ik haar pink even op Twitter gezegd dat het mijn pink was. Dus nu al die mensen die Anissa gaan toevoegen, gewoon laten toevoegen, gewoon editeren, gewoon pink, pink, pink sturen. Zodat haar Blackberry vastloopt en zodat ze niet stoer tegen mij gaat doen. Want ik ga mooi irriteren, want nu kan het niet. Want nu heb ik haar lekker geïrriteerd. Dus dat was niet mijn pink. Dan ben je echt zielig. Tja, weet ik. Hele TL vol met die knappe monitweets en zijn Twitcap. Oh, dankjewel gek meisje, dankjewel. Ga eens op zangles. Ik ben geen artiest, dus ik hoef ook niet op zangles te gaan. Wil je een sticker? Ja, kom op man. Zo blijven we doorgaan met die stickers. Zul mijn stickervel zo op vandaag? Moet je nagaan. We zijn nog maar 20 minuten bezig en mijn stickervel is 0 op. Dat is niet goed man. Als het irritant is, verwijder het dan. Nee, ik ken hem persoonlijk, dus ik ga het niet verwijderen. Ik zei toch dat je veel hapers had? Nee, joh, valt reuze mee, joh. Zijn gewoon gezellig. Gezellige mensen. Je haar zit ineens anders. Ja, dat is de zondagswag. Wat eet meneer vandaag? Ik weet niet. Ik weet het geen feit. Nu komt het leukste. Weet je wat het leukste is? Dat mensen pc'tjes gaan sturen met mijn ping erin. Maar dat is niet mijn ping, dat is hun eigen ping. Dus ze gaan aan iemand vragen of ze een pc'tje willen sturen met hun ping erin. Maar dan is het gewoon... Nee, ze gaan vragen aan iemand of ze een pc'tje willen sturen. Maar dan gaan ze zeggen van voeg Mooney toe, maar dan is het hun eigen ping. Zodat ze zogenaamd veel contactpersonen krijgen. Stoere boys toch? Maar ja, als je zo aandacht wil op mijn naam, ik vind het best. Doe maar. Moni, kan ik je persoonlijk iets vragen? Followback. Nee man, jullie zijn allemaal 10 swag. Tweet swag ofzo, waarom heb ik persoonlijk vragen met een... Het is allemaal van die mensen die shoutouts willen enzo, nee joh. Hoef je niet man. Wat ga je eten? Ik weet al wel. Je man. The fuck lui. De zondagswerk, de kerstman, pop. Wauw. Ja, je weet zelf. Kijk. Dit krijg je nou van mensen. Moenie, wil je op mijn tweet reageren? Moenie, reageer alsjeblieft op mijn tweet. Reageer dan op mijn tweet, kankeraap. Kijk. Daardoor krijg je haters. Als je niet op mijn tweets gaat reageren... Dan gaan ze je haten. Dat vind ik het leukste. Ik ben benieuwd wat hij hierna gaat zeggen. Maar nu heb ik erop gereageerd. Jammer. Oké, dan niet. Dan vraag ik het niet. Hè. Nee, hoeft ook niet. Je hoeft ook niet te gaan haten hoor. Dat je geen shout-outs van mij krijgt. Je bent een kankeraap. Lol. Lol man, echt lol, echt stoer man. Je bent 11 en je zit op je kamer en je speelt nog Star Wars. Cool man. Die koffie is lekkerder dan jou. Dan jij is het, lieve vriend. Weet jij in Nederlands werken? De haters zijn mensen die super jaloers zijn op Moenis en swag. Ja, moet je nagaan. Ze zijn jaloers op mijn swag terwijl het nog volgende zondag is. Ze zijn gewoon jaloers op mijn zondag swag. Met bed heiday, koffie drinken uit een kerstmok. Yeah. Maar meneer, niemand mag je. Snap je dat nu eindelijk? Klopt. Als niemand me mag, had ik 0 followers.
Ineens komen mensen over dat Money Heist hackt. Klopt, dat was bij Van Giel. Bij Giel, weet je, die ene gozer van de radio. Van IJstijd met een interview, hè. Ik ging helemaal stuk. IJstijd zat echt zo van... Hij vroeg zo van, IJstijd, hoe komt het dat je van 35.000 volgers in één keer naar 60.000 volgers ging? Ja, er was een jongen van 17. Hij wilde mij hacken, want hij is jaloers. En daarom wilde hij mij hacken. Dus hij heeft mij gehackt. Opeens hoorde je Giel zo van, IJstijd, ik snap hier niks van, technisch geneuzel, ik denk dat je de helft uit je duim zegt, dus laten we verder gaan met onze radioshow. Geniaal jongen, die Giel. Dus IJstijd beweerde gewoon dat ik hem had gehackt, terwijl hij gewoon 30.000 volgers erbij had gekocht. Dat was echt leuk jongen. 2 weken geleden, IJstijd had nog 35.000 volgers, ik had er 61.000. En opeens heeft IJstijd er 90.000. Toppie man, toppie. Ga door met je shit man. Kijk, dan heb je natuurlijk weer van die mensen, hou je pet met je, je bent jaloers, JS, hij heeft wel succes. Wauw, als je succes hebt, ga je echt geen followers kopen, want dan verdien je ze. Dan heb je pas succes, als je fans krijgt die je verdient, niet dat je ze koopt. Dan heb je gewoon een beetje geld te veel. En geld maakt niet gelukkig. Als geld je niet gelukkig maakt, kan je het geld ook wel aan mij geven. En dan heb ik nu stoere meisjes. Natuurlijk, tuurlijk, ze heeft een IJstijd-trui aan. Ze heeft een IJstijd-trui aan, daarom. Ze zegt tegen mij van, jij praat kankeronzin. Ja, ze heeft een IJstijd-trui aan, ik snap het. Sorry, je hebt een IJstijd-trui aan. Sorry. Logisch dat je boos wordt. Sorry. Inderdaad, Nick. Kijk, Nick heeft echt een top tweet. Het is maar Twitter. Kijk, zulke tweets, het is maar Twitter. Inderdaad, Nick. Fuck it, het is maar fucking Twitter. Oh, wil je ping op Twitter? Mensen gaan nu tegen mij zeggen van ik ga Mooie irriteren zodat ik hun ping op Twitter ga doen, weet je. Hoe wil je ervan? Zij gooien, wacht ik best wel, dus niet vergeten. Ja, is cool. Hey mensen, ik moet ook even een shout-out neergooien voor cijfer gooien. Luister, er is één cijfer gooien die de officiële is. En dat is cijfer gooien van... kijk, cijfer gooien. Deze cijfer gooien. Kijk, dit is gewoon de echte cijfer gooien. Dit zijn de echte mannen die gewoon echt de echte beheerders van cijfer gooien zijn. Dit is gewoon de echte cijfer gooien, dus volg. Nu, cijfer gooien. Kijk, dit is nou de echte originele cijfer gooien. Die anderen zijn allemaal namaak en zijn gewoon allemaal van die mensen die het gewoon na willen doen en die gewoon followers, gewoon via illegale Amerikaanse sites followers erbij krijgen zodat het een groot uitgebreide account wordt. Maar dit is nou de echte cijfer gooien. En deze doen gewoon de originele foto's, dus hun moet je volgen en hun doen het gewoon echt als je een leuke avond hebt om jou op cijfer gooien. Ik ben niet echt van het cijfer gooien en zo, want het slaat nergens op, vind ik, mijn mening. Maar al vinden jullie cijfer gooien vet, dit is de officiële. Deze moet je volgen. Die anderen zijn allemaal namaak. Die pakken gewoon allemaal neppe foto's via Amerikaanse Facebook pagina's. Ja, maar dit zijn de echte cijfer gooien van Nederland. Die moet je sowieso volgen.
Volgens mij is het etenstijd voor de meeste Nederlanders. En ik zie dat het bijna 6 uur is. En ik zie ook een paar tweets in mijn timeline verschijnen van eten. Dus de eerste mensen die nu gaan eten, eet smakelijk. Poepie. Oké. Hey boy, mijn maten zaten te ouwe horen op mijn Twitter. Oh, tuurlijk, krijg je dat altijd op het einde, weet je. Altijd, al van die jongens gaan schelden, en dan komt er op weer een tweet van, hey, gozer, mijn maten zaten aan het ouwe horen op Twitter, sorry. Is goed, man. Je zag dat ik je voor schut zet, dus, excuse moi. Ik weet de geschikte vrouw voor jou. De geschikte vrouw bedoel je. Maar ik ben benieuwd. Echt cool, man. Ik vind het echt vet. Chinezen die stoer tegen je doen. Dat vind ik het leukste, man. Wow. Nee. Sorry. Gelijk weg. Gelijk. Laptop loopt gelijk vast. Ik ging naar zo'n Chinese ding, laptop liep gelijk vast. Ga je naar Parkpop? Nee man, ik ga niet naar Parkpop. IJstijd Oontje. Ja, is goed man, op Runescape Oontje, mijn vast wel. Op welke meisjes val jij dan? Ja, ik heb sowieso oogje voor Latina's, maar bij mij is het gewoon, als het klikt, klikt het. Ja, ik heb geen bepaalde type. Als je mijn type bent, dan ben je gewoon mijn type, weet je. Ik heb geen echt type. Ik volg gewoon op iedereen die lieflijk en sexy is. Oh man, wat mensen allemaal doen omdat ze een fucking shout-out willen. Gaan ze allemaal stoere praatjes doen. Maar als ik ze een shout-out geef, zijn ze gelijk weer blij. Ik ga geen shout-out gunnen, jongens. Ik ga geen shout-out aan je geven. Nee. Kijk, dan heb je weer van die eigenwijze snotneus, hè. Kijk. Midterm, ik zal... Midterm. Kijk. Dit meisje probeerde een duckface te forceren. Maar die duckface lukte niet, want ze was een beetje verkouden. Dus haar neus krimpte in en het kwam een beetje zo. Maar dit zijn nou niet neppe duckfeestjes. Ik laat jullie zien. Dit is nou... tegen zulke duckfeestjes, die zijn gewoon nep. Ik laat jullie nu zien. Tadaa. Wow. Kijk eens mensen. Ah, wat een cute, hè. Kijk die duckface dan. Kijk die duckface. Ah, wat een mooie neppe duckface. Ze moest niezen. Ah, maakt niet uit. Ah, kijk eens. Ah, kijk eens. Ah, moet je niezen. Ah, wat een lekker ding, joh. Wat een lekker ding. Sorry mensen, maar... er deed iemand cool tegen mij. En dan pak ik hem gewoon lekker terug. Hoe we het doen, toch? Gewoon lekker terugpakken, zien we stoer doen. Oh, is dit niet goed? Het is toch goed, man. Ik moest even iemand terugpakken. Deed een beetje high class. Ze dacht dat ze even Kim Kardashian was. En ze dacht dat ze een duckface kon forceren, maar dat deed ze niet. Dus ik zit er even op de plaats. Gewoon even op de plaats neerzetten. Kijk, ze heeft weer één nieuwe tweet. Even kijken wat ze gaat zeggen. Ze zegt... Haha, ik ga stuk op zijn Twitcam. Haha, ik ga stuk. Hahaha. Ze gaat stuk. Ja, je gaat stuk van binnen, meisje. Volgende keer als je een duckface wil doen, moet je niet niezen. Geloof me. Het staat niet. Moet je niet doen, hè. Ja, ik voel me echt geraakt, man. Iets doen, jongen. Je noemt jezelf de sweetest bitch. Even serieus. Kijk, ik wil het woord banger niet gebruiken, dus ik ga gewoon weg. Ik ga weg van je profiel. Ik wil het woord banger echt niet gebruiken. Moet eten bij... ja, eet smakelijk. Ga je mijn vraag nog beantwoorden?
Waarom ben je zo'n mooi boy? Nee joh, nee joh, nee joh. Kill dope, dankjewel man, maar ik ben geen mooi boy man. Dat is te veel gevraagd, sorry, dat is te veel gevraagd. Oké, zeg hier moi, adios. Jij bent de droogste mens op aarde. Nee, ik denk dat de mensen in de Sahara wonen nog wat droger hebben dan ik hoor. Toch, als je in de Sahara woont, heb je het wel wat droger dan ik, toch? Denk ik, of niet? Nou, ik denk als je in de Sahara woont, heb je het wel wat droger. Wow, ga lekker plaatsen. Wat doe je met je andere hand? Even die tafel goed neerzetten, bureau neerzetten bedoel ik. Ik wil shirts van jou. Je kan ze bestellen. Oh ja, die telefoontje van net was die gozer van Street Shirts, waarbij ik mijn shirts laat verkopen, het ene bedrijfje of zo, het labeltje. En hij zei dat eind juni, wanneer is het, of was het vandaag? 24 juni. Dat ik 29 juni het geld op mijn rekening krijg gestort van mijn eerste 2.000-3.000 shirts die ik verkocht heb. Dus dat is wel vet. Hij belde net. Dus dat jullie het even wisten. Daarom ging ik ook weg. Ik ging even naar beneden koffie halen en hij ging even uitleggen hoe het gaat met die shirtje. Stoer, je bent nu rijk man. Nee, ik ben niet rijk. Je mag het geld wel hebben als je wil. Je mag het geld wel hebben. Wat doe je al day op Twitter? Wat doe je al day naar mij kijken? Mijn ouders en vrienden zeggen dat ik een duckface ben. Dat moet je nou niet op Twitter zetten. Je haat JS, maar je doet hem na met shirts. Oké. Kijk, JS verkoopt shirts. Als ik een shirt draag, dan doe ik JS na. Omdat JS ook een shirt draagt. Dus nu mag ik geen shirts meer dragen. Ik snap dat niet. Is mijn ding. Is naartoe. Hey, je zegt dat JS maakt succes via Twitter, maar zonder Twitter was jij ook nergens. Ik ben nergens, ik ben alleen maar op mijn kamertje in de zolder. Ik heb geen carrière, ik zit nog op school, ben gewoon leerplichtig, ben gewoon een normale kind als jij. Ik zie Twitter niet als carrière. Ja? Ik heb geen carrière met Twitter en ik ben ook nergens, want ik ben echt geen reet opgeschoten met Twitter. Hè. Het is gewoon vet al die followers, maar je bent niet leerplichtig, je bent 17. Je bent leerplichtig tot je 18e mogol. Even serieus, op welke school zit jij? Of welke wet heb jij? Straks gaat hij zeggen van als je 9 bent mag je je rijbewijs halen. Julian, je moet beter... Beter die shit gaan checken, man. Jij bent ook een high class bitch op Twitter. Nee, ik ben niet high class. Ik zeg gewoon mijn commentaar, tegenmening, tegenargumenten, weet je. Ja, kus je mijn list. Jij bent zo'n deel van cijfer gooien, weet je. Jij pest mensen alsof het jouw taak is, mongol. Oh, nog net deed ze heel lief en nog net wilde ze me... ping hebben en nu pest ik haar opeens. Homo, je bent 15. Is goed man, ik pak even mijn idee en dan laat ik je zien hoe oud ik ben. Ja bro, natuurlijk, ik doe dat gewoon voor jou, weet je. Jij gelooft niet hoe oud ik ben, ik pak nu mijn idee en ik laat zien hoe oud ik ben. Ja, is cool man, peace, peace nigga, peace.
kijk brada, dit is mijn idee. Kijk, dit is mijn fotootje toen ik klein was. Kijk eens. Kijk eens, 1995. Ja, 1995. Ja, 4 april 1995. Ja. Zie je? Wat zie ik hier? Zie je dat? Ik ben 17 jaar. Ach, weer eentje gedist. Ach, wat heb je nou Crocs aan? Nee, Mattie, kijk wat ik aan heb. Dit is gewoon swaggy, hoor. Dit is gewoon Homer Simpson pantoffel, jongen. Homer Simpson. Geen Crocs. Het is zondag. Gewoon op mijn Homer Simpson pantoffels. Geen bed, alleen een skeren matras. Oké, geen bed. Laat het zien. Ik heb geen bed toch? Alsjeblieft, hier heb je mijn bed. Kijk eens, hier is mijn bed. Ja, ik heb alleen een skeren matras. Hier, dat is mijn bed. Dat is mijn bed. Ik heb alleen een skeren matras. Matras is voor fitness, broeder. Push-ups moet je op matras doen, snap je? Piraten dekbed, klein dekbed, klein kindje. Jongen, wat is een dekbed? Alsof je een klein kindje bent, alsof je een dekbed. Boeit mij die dekbed, ik slaap er toch in. Ik woon er toch niet in. Waha, mensen worden kapot hard gedist. Nee joh. Lol, je dist iedereen. Je bent coolie eerste klas, dankjewel man. Jullie worden kanker hard gedist. Nee joh, niet het woord kanker gebruiken, zeg niks. Aha, ik woon aan Moenie, krijg ik voicemail. Lekker voor je. Maar gisteren zag ik serieus een tweet van Moenie tweets. Ja, heb je zelf bewerkt, groot vriend. Oh mijn god, je hebt ziek mooie sloffen. Dankjewel. Heb je ook studie? Je zit altijd op Twitter. Tuurlijk heb ik studie. Ik zal het je laten zien en ik zal het je laten bewijzen. Alsof ik studie heb. Kijk eens mevrouw. Je doet heel simpel via een Engelse boek. Ik heb studie. Kijk eens daarboven. Kijk eens. HAVO, VWO. Ziet u? Ik zit niet al day op Twitter. Ik moet gewoon naar school. Ik zit heel eventjes op Twitter. Omdat het zondag is. Alsjeblieft. Weer een bewijs. Moni zit gewoon op school. En doet. HAVO/VWO. Oh mijn god, ik heb niet iets aan, of je weer op eet. Uit welke winkel heb je dat boek gejat? Nee, echt, je gaat boeken jatten. Nee, stoer man, kom op. Je kamer, alsof je een uitkeringstrekker bent. Was ik maar een uitkeringstrekker? Was dat maar zo? Zit ik lekker niet naar school? Meneer Abel Huis vertelt mij dat hij net pantoffels geeft is. Verspel toch? Yo, hallo? Hallo? Even serieus, ben je nou zo dom? Je belt mij en dan ga je tegen mij zeggen met wie spreek ik. Even serieus, what the fuck doe je nou? Wat zeggen die stoere mensen, weet je, gaan ze je bellen, zeg ik met wie spreek ik? Ze bellen jou en zeggen ze met wie spreek ik? Oh, aandacht. Nou meisje, goed gedaan, je bent op Twitcamp gekomen, je belde mij. Heel knap. Kijk dit dan, hè. Kijk, onbekend nummer, hè. Zie je? We gaan kijken. Hallo? Oh, stoere boy. Ja, stoere boy. Waarom bel je met onbekend nummer, stoere jongen?
Waarom het onbekend nummer? Waarom bel je niet meer echte nummer? Wat een stoere jongen. Deze wordt ook even geschud zitten. Hij belde mij met onbekend nummer en zei tegen mij: Kolo mogoe. Stoere boy. Yep. Verretje stickers heeft hij, hè? Je bent echt saai. Dankjewel, man. Bedankt voor de followers, meneer. Graag gedaan, meisje. Volgende keer betere duckface foto. Ah, dikke lol door Twitter van meneer. Dankjewel. Zo'n choppie die best wel stoer doet op Twitter. Meneer tweets of zo. Oh, nu krijg ik met de grote rappers te maken, hoor. Oké, jongens, luister. Ik heb hier met stoere rappers te maken. Zo'n chappie die best wel stoer doet op Twitter. Moeder tweets of zo. Follow voor mij DI Amsterdam. Dik Amsterdam. DIG Amsterdam. DIG Amsterdam. Hij is een rapper, maar heeft maar 460 followers. Dus echt vol. Wow. Kijk, dit is nou een echte rapper, hè? Dit is nou een echte rapper. Ik ga hem helpen. Ik ben een goed mens, maar dit is nou een echte rapper, hè? Kijk, hij heeft zoveel followers en hij volgt zoveel mensen. Kijk eens. Kijk eens hoeveel hij er volgt. En zoveel volgers heeft hij. En dit is nou een rapper. Kijk, hij is een rapper, maar kijk wat hij in zijn naam heeft. Maar ja, ik ben een stoere boy, dus dat mag ik niet doen. Anders word ik weer beschouwen als stoere boy. Sorry mensen, maar... Het moest even. Altijd leuk om van die dingen te krijgen. Die mensen die heel simpel geschud kan zijn. Heb je nog een sociaal leven als heel Twitter je nummer kent? Nee hoor. Niet heel Twitter kent mijn nummer. Ik word toevallig gebeld. Kijk, nu word ik weer gebeld. Kijk. Hallo. Wie ben je? Ja, echt. Jij bent zo stoer. Ik zeg, jij bent zo stoer. Ja. Kan je nog meeschelden, jongen? Kom op, gooi het maar lekker in. Ja, gooi het. Ja, nog scherp. Kom op. Gooi het erin. Kom op, ga nog verder. Kom op. Kom op. Gooi het. Kom op, ga verder. Gooi het. Kom op. Gooi het. Kom op. Gooi het. Kom op. Gooi. Nog meer. Nog meer schelden. Kom op. Gooi het. Kom op. Kom op, je hebt het woord kanker al 50 keer gebruikt in één zin. Kom op, oh, daar gaan we. Oh, swag, oh my god. Oh, stoere boy. Ja. Ja, kanker, ja. Ga verder. Ja. Ga verder, jongen. We zijn nog lang niet klaar, kom op. Gooi het. Kom op, gooi het. Ga verder. Kom op, ga verder. Ga verder. Gooi het zo harder. Kom op. Kom op. Gooi het lekker in. Gooi het erin. Ja. Gooi het erin. Kom op. Wee. Goeie goos, man. Ik zeg jou. Kleine tyfusventje, als ik jou tegenkom. Ik geef jou één zo'n veegtrap, jongen. Jij gaat vliegen, jongen. Jij gaat vliegen, serieus. Stop. Weet je wat ik ga doen? Ik zweer, ik ga je Pokémon kaarten jatten, jongen. Dan ga je kapot. Ja, wauw. Hey, gozer, als je mij nog... Gozer, luister. Als je mij nog één keer belt, jongen. Ik pak jouw nummer weer gaaf, ik typ het in. En ik ben vanavond voor je deur, kleine tieve snotneus. Op garrot. Kleine snotneusjes, stoere boy. Stoer, jongen. Ik pak je Pokémon kaarten!